Opnieuw hebben kwaadwilligen hindoebeelden bij het bedevaartsoord Sri Tulsi Tirthghat te meer zorg vernield. Het bedevaartsoord ligt nabij de Weidenbosbrug. Enkele jaren geleden hadden onverlaten ook al beelden op dit oord verwoest. Mandirs bleven open volgens de traditie, opdat een ieder continu de toegang heeft tot godshuis. Hindoebeelden en symbolen dienen als concentratiepunt om het goddelijke te visualiseren, zegt de Stichting Hindoestaanse Immigratie, SHI afgekort in een verklaring. De organisatie verwerpt de vernielingen die zijn aangebracht ten stelligste en verafschuwt de daad. Een groep Surinamers lijkt de tolerantie van de culturele harmonie in het land met de voeten te betreden. Enkele weken terug is de neemboom die de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie heeft geplant ook onder handen genomen door kwaadwilligen. Ook hindoebeelden van de Sri Durga Mandir aan de Rehmelweg zijn onlangs vernietigd. De SHI roept de barbaren die zich schuldig hebben gemaakt aan deze onacceptabele daad op om dit soort criminele handelingen achterwege te laten en respect op te brengen voor een ieder, ongeacht ras, geloofsovertuiging, kleur en cultuur. De organisatie stelt dat de verscheidenheid van de verschillende culturen ons land Suriname tot een prachtig en uniek land maakt, waarbij verdraagzaamheid en respect voor elkaars cultuur en religie de basis vormen voor onderlinge saamhorigheid tussen alle bevolkingsgroepen.